Nick Kooijman tegen Emre Benli. Dus VVV Venlo tegen FC Twente. Een wedstrijd met David De Gea in het doel bij beide teams. Maar die moet toch zwichten hier voor deze goal van Cristiano Ronaldo. Waardoor Twente op voorsprong komt. Mooi schot in de lange hoek. Cristiano Ronaldo maakt nog een doelpunt. Maar die wordt om onbegrijpelijke reden afgekeurd voor buitenspel. Maar ja, goed, dat is de beslissing van de scheidsrechter. En die telt dus dan niet. Hier een knappe redding van De Gea. En De Gea blijft een hoofdrol vertolken in deze wedstrijd. Ook hier met zijn voet redt hij. De doelpunten blijven schaars, maar er valt er toch nog één. Weer Cristiano Ronaldo. En hij bepaalt de eindstand op 0-2. Winst voor FC Twente dus.